Na een pauze van een paar jaar vonden duizenden bezoekers wel hun weg naar de Hubertusmaat in Gulpen. 476 keer is hij aan vooraf gegaan. Maar hoe komt de naam Hubertusmaat eigenlijk vandaan? Ik denk van de heilige Hubertus, neem ik aan. Geen idee eigenlijk. Ja, maar dat is goed gedacht. Ja, dat is van de heilige Hubertus. Ja, ja. En waarom zou het dan Hubertusmarkt heten en niet Johannesmarkt? Omdat hij nu zijn geboortedag of zijn verjaardag of zo gaat, toch? Ja, je zit... Door Hubertusdag. Ja, ja. Waarom, alle Huben hebben namensdag. Ja, warm. Ja, ja. De Hubertusmarkt wordt immer rond deze tijd van het jaar gehouden. Ja. Je geeft dat zelf al aan met namensdag. Maar enig idee waarom? Ja, omdat het heilige Hubertus is. Ja. Ja, hij wordt de patroon van de jachten. En vroeger was heel dik dat de jacht... Oh, in de herfst. In de herfst. Ja. Moest je de Lubeburg bunkeren voor de winter, hè? Ja, precies. Dat is allemaal vergeten, hè? Ja, bij mij wel alles sweet food, joh. Nou, ik denk niet meer, Louis. Je mag niks meer met dieren doen. De kinderen mogen niet meer leuk met de dieren knuffelen en spelen. Wolf mag wel 7 schapen in 1 nacht openreten. Daar zegt de Partij van de Dieren niks van. Je mag een paar schapen doden. Maar je mag niet kinderen een dier laten knuffelen of laten aaien. Dat is Nederland. De Partij voor de Dieren heeft er helaas niet gevonden om hun verhaal te doen voor de camera. Klim je vaker in bomen? Ja, in bergen op vakantie doe ik kletterstijks. Wat doe je? Kletterstijks. En wat is dat dan? Dan zit je aan een staalkabel vast en ja, moet je omhoog klimmen. Oké. Okay. We hadden vooral deze ballen, die hebben we in. Kijk wat, deze ook nog. Wat doet hij erover om zoiets te maken? Om zijn hand te maken, denk ik, dat je toch moet denken dat je een werkweek kan aanwerken. Oké. Okay. En wat voor klanten heeft hij normaal en wat voor mensen kopen zoiets? Nou, tegenwoordig, je moet een echte voerman hebben of eentje die hem in de kamer wil hangen en die zegt, ik wil iets moois verhangen. En... Wat kost zo, ja, als je dit zou willen kopen, hoeveel kost dat ongeveer? Ik kan dus wel even wat vertellen. Zo'n haar maken kost nieuw 1300 euro kaal. Ja. En anders komt er dit allemaal bij en dan moet het toch gauw tellen, dan komt er 600 euro bij. Mm-hmm. En dan ben je kwijt, zeg maar, de 2000 euro kant en klaarheid. Ja. Kijk, en dan kan er nog niet rijden, want dan moet er nog weer een hoofdstel bij. Dan moet nog een achterbroek bij, dan moet nog het zadel bij. En ga zo maar door. Wat ben je aan het maken? Ik ben spelden aan het draaien. Spelden aan het draaien? Ja, voor de omslagdoek. Dus omslagdoek ken je wel, hè? En er worden meestal gehaakt, zeg maar, of gebreid. En dan zit er geen knopen aan. En dan doe je hem erop. En dan een pen er doorheen, dan zit hij ook vast. Okay. Dat is wat ik aan het doen ben. Waarom staat de coating hier op de markt? Nou, waar stond hij vandaag op de markt? Hij stond een beetje op een onhandig moment met de lunch loezig in de hang. Waar stond hij vandaag om onze scouting van Mechelen? De enige scouting in het Heuvelland te laten zien. En als hij... kennis te maken met de kinderen die langskomen, van die vuurke, van in de klingerstand. En voor de kinderen kennis zullen te maken met scouting. En dan heb je een lunchbox van de organisatie gekregen. Ja. Wat zit erin? Voor mij dat je goed voor zorgt door de organisatie. Wat zit erin? Ik ga voor de unboxing doen. Vooral een appel, lekker fruit, vooral een paar broodjes en die flesje water. Kan je vertellen waarom ze hier heest is? Ja, dat kennen we zeker, omdat de raadsvergadering laatst besloten is door wethouder Fransen en de coalitie dat ze besloten hebben om ook nu weer dat granulaat te gebruiken waar de rotzooi in zit, waar vorig jaar na de wateroverlast gigantisch tegen geageerd hebben. Dat in Veldweg terecht komt. En als Veldweg, dat zijn de waterwegen van vroeger. Die spullen uit, daarom zijn ze onverhard. Daarom zijn ze belangrijk voor ons ganse gebied hier.
En mensen door de rotzooi in geest broeien, dat gaat uiteindelijk allemaal met naar open water. Naar het waterschap, naar de buffers van het waterschap. En uiteindelijk kunnen we het weer in de geul en in de zeeën. Dat moeten we niet willen met z'n allen. Dan alle onverharde wegen dan opknappen met menggranulaat. Vorig jaar hebben we een verkeerde badge, helaas gekregen. En daar zit inderdaad wat meer afval in dat zou mogen. En we hebben nu ook afgesproken, en dat is ook in de rood geweest, dat elke badge die nu in het Heuvelland eigenlijk gebroekt werd, ook goed gecontroleerd werd of er geen plastics meer in zitten of andere stukken. Die veldweg, dat zijn de pareltjes van ons Heuvelland. En wanneer dat begooid werd met de rotzooi, wat allemaal naar de bodems ingeet en naar open water, grondwater. Ik wil daar kiever echt wel te doen met het probleem rond ons drinkwater. Dat had hier allemaal mee te maken. En wethouder Fransen die had water en milieu in zijn portefeuille. En wanneer het nu echt ballen zo had, dan gaat het er verliezen. En dan zetten in ons gemeente, gaat dat niet gebeuren. En wanneer ik geen alternatieven had en ik weet niet wat ik daar wel erin moet leggen, dan moet er niks doen. En dan gaat het eens kijken of er burgers zijn die misschien een oplossing hebben. Vroeger moeten er dakpannen of puin ingestort en nu een hoop troep dat er niet inhuurt. Ja. Dat wordt een grote bezwaar. Dat klopt. En daar hebben ze drie wijsjes waar dat inderdaad terecht wordt gekomen. En dat hebben we nu ook geruimd. Ja goed, ze hebben geleek. Het mocht er niet inzetten. Maar ja, uiteindelijk, het zijn wel de burgers die materialen aanleveren. Hè. Want uiteindelijk gaat Gerda naar de milieuparks. We kunnen ze schoon puin inleveren. En dat schoon puin, ja, dat moet ze wel ook zelf zorgen dat er geen rotzooi inkomt. Dan stond hij met de marktmeester Fransen. Wat is nu de taak van die marktmeester? Nou, de taak van de marktmeester is in eerste instantie dat alles naar behoren verloopt. En dat er orde en rust op de markt is, zo wie het zich gehuurt. Ja, en dat aan alle eisen op het gebied van, dat op alle voorschriften, dat er dus al verloren werd. Ja, ik was al heel vroeg op, ik was al om 4 uur op. Nee, nog eerder, een 4:15 voor gelopen. Dus ja, ik moest een 5:15 voor G. Dus, en ik kom het land gaaf. Dus ja. Janine, bekend van Boer zoekt vrouw. Ja, in dit geval Boerin zoekt man. Het wordt gelukt. Gevonden, ja. Is het nog steeds aan? Ja, steeds aan. Oh, daar steekt hij. Hij is zich weggehouden, hè? Oh, hij is zich aan het weghouden. Hij is gewoon een groot fan van ons. Elke boer. Hij is een grote fan van ons. Wieso dat dan? Ja, het is allemaal een radiozender op stoel. Oké, ja. En wat is die beroep voor de lui die die toch nog niet kennen? Dat zullen er niet voor wel zijn, maar... Wat... Ja, dat is een goede vraag. Wie liet ze dat doen, kort? Ja, voor hebben schuip. Heel veel, hè? Heel veel. Voor... natuurbeheer, van natuurontwikkeling. Dat is vooral begrazen onderwegen vooral. En dat is ook die opleiding? Ja, daar heb ik niet specifiek een opleiding voor gehad, daar heb ik van haar pap gehad. Ja. En doe je die zaak of dat bedrijf ook uur vernoemen? Ja. Wanneer? Of is het al mee bezig? Daar ben ik langzaamaan mee bezig, ja. Stapje voor stapje. Ja. Zie ik hier prachtige vachten liggen? Ja. Ik zie daar scherp staan. Dat kan ik niet combineren nee, met elkaar. Niet van die vocht, nee. Niet van die? Nee. Maar wel van de andere scherp dus? Ja, precies. Ja. En waar komen die vandaan, die scherp? Een gedeelte komt van ons en een gedeelte komt voorbij. Ja, een dessel of zo? Of zijn dat bepaalde rassen? Of, ja, dat is de witte zijn bijvoorbeeld van ons met de broene. We hebben niet groen scherp of gevlekte scherp. We hebben nee, dus die kop erin. Oké. Nou, alle luisteraars van Drieheuvelland, goed blijven luisteren. Het is de mooiste radiozender van heel Zuid-Limburg. En ja, je wordt er gewoon vrolijk van. Hè? Elke ochtend Drieheuvelland aan. Ik begon al Limburgs met je te spreken. Oh, maar ik versta het allemaal. En waar kom je vandaan? Ik kom zelf uit Friesland. Uit Friesland? Ja. Zo, verder weg komt bijna niet, hè? Nee, maar ja, goed. Dat zijn de beste relaties, zeggen ze toch?